We staan hier vandaag bij de Black Box in Groningen. Hier heeft eigenlijk 6 jaar geleden het UWV ingezeten. Na 6 jaar leegstand heeft Xior het pand aangekocht. Xior is een studentenhuisvesting. Die gaan eigenlijk in dit pand gaan ze 224 studenten huisvesten. En daar komen een aantal woningen bij op. En die worden eigenlijk allemaal gasloos verwarmd. Het unieke aan dit project is, zoals je hier achter ziet, zijn een aantal buitendelen, warmtepompen die hier worden opgesteld. Het zijn in totaal 31 stuks, waarvan 29 VRF-ijssystemen en 2 QHV-hoogtemperatuur warmtepompen. We staan hier op het dak en hebben een fantastisch uitzicht over het centrum Groningen, waar gasloos natuurlijk een ontzettend belangrijk item is. Nou ja, de grootste uitdaging is eigenlijk het hoogteverschil en de verdeling per verdieping. Dat is eigenlijk ook wel uniek. Ik moet zeggen, wij hebben ook niet echt veel vaker dit soort hoge panden in het Atje-centrum van Groningen mogen maken. Dus ja, dat zijn inderdaad wel uitdagingen. En daarbij de snelheid inderdaad. Je hebt een bepaalde tijd gekregen, dus je moet met heel veel mensen in een korte tijd het hele pand gaan voorzien van alle installaties. Voor Alclima is dit natuurlijk een fantastisch mooi project. Midden in Groningen, in het centrum. Als Alclima zijn, hebben wij een hele mooie slogan, The Road to All Electric. En dit is een hele mooie bijdrage die wij kunnen leveren. En wij hopen natuurlijk dat we over 30 jaar met z'n allen volledig gasloos zijn hier in Nederland. En als wij daar ons steentje aan bij kunnen dragen om dit project gasloos te kunnen realiseren, daar zijn we daar enorm trots op.